Minister Opstelten van Justitie is tegen het plan van de gemeente Eindhoven om een pilot te starten met gereguleerde wietteelt, dat meldt het ANP. Samen met steden als Tilburg en Utrecht wil Eindhoven graag een legale manier vinden om wiet te kweken, zodat de coffeeshops niet meer zaken hoeven te doen met criminelen om aan hun cannabis te komen. Een motie daarover werd deze week aangenomen in de gemeenteraadsvergadering. Maar Opstelten zegt in een reactie dat dat echt niet kan. Het is strafbaar en tegen de Europese regels.